Hallo allemaal en welkom bij Train Simulator 2015. En ja, misschien zie je het al. Vandaag gaan wij iets aparts doen. Uh, ja, hoe moet ik het uitleggen? We gaan eerst natuurlijk de lampen aandoen. Uh, Dimitri die is er niet bij. Uh, waarom niet? Dat ga ik je zo meteen uitleggen. Dit is hem dan, de Jetrain. En waar ik het al een keer eerder over had, die kan 1000 km per uur. Helaas wel op dezelfde route als vorige week. En um, dat betekent dat ik. Ja, ik heb het eigenlijk nog steeds niet kunnen regelen. Maar um, ja, um, dat heeft ook. Niet, ik, 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 ik had het best kunnen regelen. Maar dit is een snelheid snel, snel En je kan ook wel zien hoe snel die optrekt. Um, de reden waarom Dimitri er niet bij is. Dat heeft ermee te maken dat hij... Uh, hij zei, uh, wij nemen altijd s ochtends op en ik ga s middags zeg maar werken tot s avonds laat. Nou, oké. Okay. Um, Dimitri die zei tegen mij, uh, ja ik ben heel even douchen. Maar ik heb dus twee uur op hem zitten wachten en anders had, uh, had jij nu geen train kunnen zien. Nou, ik had wel heel erg veel zin om eventjes lekker te gassen met, um, met uh, de jet train. Want je kan ook wel zien, want, uh, hij kan uh, heel erg hard. En uh, als ik hem eventjes uh, zo laat komen, dan zie ik ook al. Kijk eens eventjes hoe hard hij kan. Kijk eens eventjes. Ik moet zeggen als je. Ik ga een beetje gas bijgeven. Ik denk als je, als je een keer ergens aan het kijken bent en je ziet zijn trein, dan denk je ook echt. Oké, okay, okay, wat, wat doet die trein nou? Wat is dat voor rare trein? Een trein met een. Ja, ik weet het niet. En toch wel het lekkerste van deze trein is om straks, als we eventjes wat harder mogen. Eventjes even, even dat gas in te douwen. Eventjes dat gas in te douwen. En uiteindelijk ga je dan zo hard en vlieg je de bocht uit. Dus, eh... Uh, ja. We gaan eens even kijken. We gaan even kijken of het. Uh, de maximale snelheid eruit kunnen halen vandaag. En ik, 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 ik heb het al aardig vaak gedaan, ook op deze lijn. Maar de 1000 kilometer, die is me nog nooit gehaald. En ik zie dat daar 280 kilometer mogen. Dus ik ben uh, heel erg benieuwd of het gaat lukken. We gaan even wachten. We ja, gaan even wachten. We moeten zo meteen hier een beetje afruimen naar 100. Zie ik. En dan zo meteen 280 en uh, 280 is volgens mij het stuk hier wat het hardste mag. Dus dan moeten we echt even hier eens helemaal het gas open trekken en kijken hoe hard die trein nou eigenlijk kan. Want als je 800 kilometer gaat, dan heeft zo'n bocht dat hier eigenlijk, een heel klein bochtje. Oeh. Dat was hem dus. dus dan heeft ze heeft een heel klein bochtje, heeft al heel veel uh, effect, zeg maar. Het is, een, het is een lichte trein. Dus ja, ik, uh, ik ben benieuwd hoe ver het gaat komen. Het zal geen hele lange video zijn. We bouwen het even rustig op. Dan gaan we zo meteen in de jet train. Mocht je suggesties hebben voor een route die we moeten rijden. dan kan je dat achterlaten in de comments. en dan gaan we dat proberen te regelen. Uh, mocht je ook iemand zijn die heel erg handig is met die assets installeren. dan. Uh, ja, dan moet je me even een berichtje sturen op, uh, op uh, YouTube. Want ik moet zeggen, ik ben er heel onhandig in. Ik koop het liefst. ...alles gewoon, dat het goed werkt... ...dan dat ik er zelf mee ga prutsen. Ik weet niet hoe het zit. Dat is ook zo met... Uh, ...met illegale software. Ik hoop liever dat het goed is... ...dan kan je ook zeuren als het niet goed is. Weet je, kijk, als jij iets... ...crackt... ...en het is niet goed... ...dan, ja... ...dan weet ik het ook niet. Dan... ...is het een beetje van... ...ja, maar ja, weet je... ...je kan niet echt... ...zeuren... ...omdat het... Uh, ...je kan... ...nee, je kan niet echt zeuren, zeg maar... ...omdat het niet legaal is. Nou, we mogen een beetje gas geven... Heerlijk. We gaan. Uh... Ik, en dit is 28% gas. Hè? En dan, als we dan eens even kijken hoe die eraan komt. Nou, nog een keertje dan. Omdat het zo leuk is. Nou, we gaan kijken hoe, ver, hoe hard we kunnen. Ik denk dat we wel een beetje harder mogen. Want straks komt er een bocht aan het eind. Kijk, we gaan wel een beetje schudden. Dus ik ben benieuwd. Het zou niet zo'n hele lange video worden, denk ik. Kijk eens, 400 kilometer. Ik zie dat we hier even wat gas terug moeten nemen. Waarom? Geen idee. Dat zullen we ook een beetje doen dan. Kijk, je, je, je gaat er nou echt heel snel voorbij, hè. Oh. Waarom moeten we hier gas terug nemen? Ah, dat gaat wel lukken, dat gaat wel lukken, denk ik. Dat gaat wel lukken. Zo, dat gaat wel lukken. Of misschien net niet. Of misschien net niet. Nou, kijk. Ik vind het netjes. Oh, door de bocht hier. Ja, anders waren we hier uitgevlogen. Nou, we gaan... Uh, dan hoop ik dat we zo meteen weer wat harder mogen. Dat, uh, we moeten natuurlijk nog even... Uh, eventjes, eventjes het gas intrappen. Het zal niet zo'n uh, lange video zijn vandaag. Maar dat maakt niet uit. Het is wel eventjes een keertje lekker hard. Kijk, als je nou zo'n trein voorbij ziet komen. Je ziet dit. Ja, sorry hoor, maar ik zou echt. Uh, ik, ik zou me echt lachen. En ook die toeter, zou die toeter hebben? Ja, dat, dit klinkt echt als een toeter die voorbij komt, weet je? Dus het is een beetje een. Uh... <laughs> Oké, okay, dat klinkt wel heel grappig nog een keertje. Oké, dit is heel droog, nog een keer. Ah, wat leuk. Nou, we mogen steeds trager. Dus ik weet niet hoe we het gaan oplossen. Of we straks nog een stukje wat harder mogen. Ik ga eens even kijken. Of wij nog wat harder mogen straks. Nou, het lijkt me dit stuk dat we nog wel even kunnen gas. denk ik. Waar zijn we nou? En nu hier. Ah, zometeen moet het toch wel even wat sneller. Ah, kijk, we mogen zo weer 280. Nou, dan gaat het komen. En ik heb het expres even op een hoge snelheidslijn gedaan, want dan kunnen we nog harder. Kijk, als jij tussen Heerhugelaart -heer en uh, weet ik veel wat gaat rijden, dan kan je niet echt uh, veel boven de 200 komen, denk ik. Dus um, dit is nog wel te overzien. Kijk, en dit, zometeen gaat het komen, die 280. Ik zie dat we een rechte baan krijgen. Dan gaan we even los. Vind je dit nou ook leuk, doe gewoon een duimpje omhoog. Hè. Dat, uh, het is gratis en abonneren ook trouwens, dus... Uh, Doe dat eventjes. Binnenkort, um, trouwens, over comments gesproken. Ik wil ook nog wel wat comments van jullie behandelen. Dus heb je een leuke comment. Dan kun je het achterlaten. En nou moet het komen, nu moet het komen. Hoppakee. 300. 340, 50, 60, 70, 80, 90, 400. Dit, dit moet hem zijn. Dit stuk moeten we echt even het gas erop zetten. 450. Hoe ziet dat er van een 4 uit? 500. Kan het nog harder? Ik zie hier een bord 200. Dus dat is geen goed teken. Ik denk dat we de bocht gaan uitvliegen. Ik denk dat we de bocht gaan uitvliegen. Ik denk dat we... Maar gaan we de 600 kilometer nog halen? Oh, hier gaan we, hier gaan we, hier gaan we. Go, we go, yeah! Nou, oké. Okay. Dit was gewoon een keer een random video. Ik hoop dat je het leuk vond. Vond je het leuk? Geef dan een blauw duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren voor meer grappige video's van simulatiegames. En dan spreken we je graag volgende week weer met een dan wel normale rit. Dag.